De que o gravasse a no gen Massa pemba a no gen Begadote a no gen Na tambum fui a la Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In me ati, srana Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Sweet konaini ina datra uso para maribu. Disna presi pe yu kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorbu. Aprese opo mofo neti ina weekend nanga lat neti. Te anoutu hi sref srefi tawe kon nanga u egi siki wagi komitiu. Te abon fanuru Yu kan kara konkruti 1-2-4. Datra oso para maribo, yu sorbo na un sorbo. Uno hor not lo, tambri binu srefi, una de vestra namang. Fatherland, peri nama eshe fatherland, Ja, brada nga sa jau de baka kulturu TV special for jou vanuit Suriname. Ja. We zijn nu bij een special meneer hier, want dat die, wie kent hem niet? Suriname, een land in ontwikkeling. En een land in ontwikkeling moet je eigenlijk koesteren. Die mensen die de wijsheid hebben, zo zeg ik dat, om dat te kunnen doen wat ze doen, moeten we zeker bezoeken. En ik ben vandaag bij de heer Slimmy. Vanuit Nederland kunnen we hem allemaal volgen op zijn Facebook page. En daar hebben we kunnen zien dat hij ontzettend goed bezig is, ik zeg, voor het land Suriname. Vandaar dat ik hier ben. Ja? De heer Slimmy, die doet ontzettend veel goeds. En dan vind ik dat het gesteund moet worden, daar waar nodig en waar het kan. En in een land als Suriname zou ik zeggen, waarom blijven dingen achter?
En vandaag zijn we hier om met hem in gesprek te gaan. Dus de heer Slimmy, goeiedag. Hoi, bedankt voor de gelegenheid. En ik moet zeggen, naar omstandigheden doen we ons best. Je doet ons best. Je doet je best. Oké, thank you dat we hier mogen zijn. Vanuit Nederland hebben we een item van je ook gevolgd. Dat je dit ook iets met kippen. Ja, klopt, ja. Ja, toch? Ja. En je was druk bezig, goed bezig. Om daarmee te beginnen, dan wil ik graag weten wat je allemaal nog meer doet. Maar hoe is dat afgelopen? Want ik zie het als een heel positief iets. Mm-hmm. En het is, ja, werkgelegenheid. Zo zit dat. Ja, het gaat om dat project van op Magenta. Mm-hmm. Waar ik toen eigenlijk plotseling op mijn dak kreeg het ministerie van Openbare Werken die een bepaalde denkwijze had. En met bepaalde regels op mij kwam die eigenlijk weer niet bestonden. Mm-hmm. Dus tot zover moet ik zeggen, er was een heen en weer, laat me zeggen, ja, het was een hele gedoe, heen en weer of op en neer tussen mijn persoon en het ministerie van Openbare Werken. En ik moet zeggen, tot op dit moment hebben ze me met rust gelaten. Ik heb nooit meer iets gehoord van het ministerie. En mijn bouwactiviteiten heb ik gewoon gecontinueerd. En we zijn op 90% hebben we reeds afgerond. We moeten nog 10% afronden om daarna over te gaan tot de inrichting van het terrein en de bouwfaciliteit. Daar op Magenta komt de eerste professionele landbouwschool van Suriname. Waar ik daar Suriname, mannen, vrouwen, jonge mannen en alleenstaande moeders eigenlijk vakbekwaam wil maken in de productie. Daar gaan ze leren zoals wanneer ze daar het traject hebben doorlopen, kan je ze eigenlijk benoemen tot een boer. In Suriname kennen we geen boeren. In Suriname heb je producenten, maar je hebt geen boeren. Boeren zijn mensen die een bepaalde kennis, hebben doorlopen, hebben opgedaan. En dat is wat ik wil. De mensen moeten kennis hebben en, om te weten dat datgene waarmee ze bezig zijn, dat de goede praktijken met die bijbehorende kennis, dat goed ingebed is, zodat ze lange termijn succesvol kunnen zijn en dat ze ook anderen kunnen trainen. Okay. Dus dat doen wij, dat zijn we van plan. Volgend jaar met de landbouwschool, waar we mensen gaan trainen in de agrarische productie, dus de grootlandbouw, industriële landbouw, in de kleinlandbouw, huis- en tuinlandbouw. Mm-hmm. En daarna in de pluimvee, dus het kweken van kippen, doksen, ganzen. We hebben dan ook dus kippen, vleeskippen en legkippen. We gaan doen daar kleine en grote herkauwers, dus kalveren, koeien, dus runderen, kalveren, en varkensteelt. En ook nog, we hebben de varkensteelt, ja, dat we erbij nemen. En dat is allemaal waar we de mensen professioneel gaan trainen. Meegenomen dat de mensen ook afvalverwerking kunnen doen. Dus wat we ervoor zorgen is om die cirkel helemaal compleet te houden voor de producenten. Dat tijdens het proces van productie, als er afval is, dat verwerkt wordt en weer in de productie terugkomt, zodat wij die CO2-uitstoot, milieuvervuiling, kunnen mitigeren. Oké, Asan, Luko, als het wel moeilijk zijn, en dat is wat wij doen. En met name is wat wij zo projecteer ik en de politieke organisatie die ik in hem ondersteun, waar ik zit, en dat is alternatief 2020 A20. Zo zien wij Suriname, zo gaan wij Suriname projecteren, ook natuurlijk in andere in andere beleidsgebieden. Maar gebruik mij in waarin ik goed ben. Kom, is niet dat ik geen financiële dingen ken, maar praat niet met me over die financiële ontwikkelingen in Suriname. Praat met mij over productie. Zeg, de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Dat is wat Alternatief 2020 propageert. Je ziet het hier bij me, toch? Suriname eerst. Je ziet het, Suriname eerst. Oké? Okay? En je ziet het, ik ga voor
agrarische productie en milieu. Je moet me inzetten waarin ik goed ben. En dat ontbreekt in Suriname, hè? Abon? Oké, mooi gesproken. Heel mooi wat je allemaal vertelt. Maar je zegt net van 90% ben je bijna klaar. Toch? Ja, ja, ja. 90%. Maar wie zegt niet dat als je 100% bent, dat ineens kan worden gekeurd? Of je dan ook weer bij je van, hé, mag ik jou bovenkunnen? Je wil een school beginnen, moet je daarvoor bepaalde papieren in huis hebben om dat te kunnen beginnen. En je bent nu bij 90%. Ik ben blij dat je het doet. Ik ben trots dat je dat doet. Maar zekerheid willen we hebben dat niemand jou lastig maakt als je bij de 100 bent. Nee, het gaat niet kunnen. Het is onmogelijk. Waarom? Omdat er zijn bepaalde procedures. Ja. En in de bouw heb je ook bepaalde procedures. U weet, in Suriname, men zegt, er is een gezegde, in Suriname en bij God is alles mogelijk. Ik voel me niet geroepen en het volk heeft mij niet gekozen om die wetten te maken die er nodig zijn om bepaalde dingen te doen, met name ook de bouw. We weten dat Suriname kent geen stedenbouwkundig plan. En ik heb geen tijd om daarop te wachten. Als mensen als de mensen overheden kiezen die niet verder kijken dan hun neus lang is en die Suriname niet projecteren voor de volgende generaties om die zaken met betrekking tot de stedenbouwkunde in orde te maken. En op basis daarvan weet ik dat ik aan alle eisen voldoet tot nu toe, dat niemand mij morgen kan zeggen ik heb een vergunning nodig. En daar zouden wij dan de weg kiezen naar de groene tafel en ik weet bijna 100%. Dat de edelachtbare mij gelijk zou toekennen, omdat je werkt met, kijk, gelijke monniken, gelijke kappen. Dat is hoe wij in Suriname werken. En ook nog heb je iets, zoiets als wat wij in de volksmond gebruiken, is dat recht voor één, dus gelijke mannen, gelijke kappen, recht voor één, recht voor allen. En dan hebben we nog het gelijkheidsbeginsel. Wat voor Piet, Jan, Klaas goed is, is ook goed voor mij. En als alle anderen het hebben gedaan, dan kan men niet zeggen, ja maar Slim, je moet toch het goed voorbeeld geven. Nee, dat klopt niet. De overheid moet die wetten maken, dan ga ik me houden aan die wetten, ja. Maar tot zover is er een vacuüm. Er is braakterrein. En ik heb daarvan gebruik gemaakt om mijn zaken te doen wat ten gunste van de Surinamer. En wij van Alternatief zeggen het met een mooi woord. Suriname eerst. Mooi, heel mooi. Dat is belangrijk, vooral voor onze jeugd, de toekomst van morgen. En dan is het altijd goed dat je die mensen ook de kans geeft om productief te zijn voor het land. Hoe kunnen mensen zich aanmelden bij jou? Moet je een bepaalde vooropleiding hebben gehad om bij jou op school te kunnen komen? Nee. We gaan de mensen... Vooropleiding is niet nodig. We gaan de praktijk gebruiken. Terwijl de mensen bezig zijn met de praktijk, gaan we dat gebruiken om die mensen die toepasselijke kennis... We gaan de mensen niet belasten met pietlullige dingen. Dingen die ze nooit gaan gebruiken in hun leven. Nee. Precies wat ze nodig hebben, wat de praktijk nodig heeft en wat je nodig hebt om die business te draaien, gaan we je helpen. Daarna ga ik fondsen zoeken voor de mensen, voor die intake. Fondsen om ze eigenlijk bij te staan voor zij die de financiële middelen niet hebben. Maar ik ga het laagdrempelig houden. We gaan een manier vinden, we moeten ergens beginnen. We gaan een manier vinden. Heel goed, heel mooi dat dit ook in Suriname kan, zeg ik dan maar weer. Je bent niet alleen daarmee bezig, op de achtergrond zie ik heel mooi iets wat ik nog nooit heb gezien. Ik zie hier dat zegt, wauw, namas, Finasan is uit. Nu ben je professor in iets, ik weet niet wat ik nog niet weet. Kijk, sommige dingen, het lijkt moeilijk. Natuurlijk moet je een beetje kennis van hebben. Maar oké, hier achter mij zie je een reactor die we hebben gebouwd. Ik heb dit gebouwd met mijn beide handen. Natuurlijk heb je die heren, die lassen. Maar dit heb ik helemaal ontworpen. En ik heb het precies opgepakt gedaan. En hier hebben we afvalhout. Je ziet dat afvalhout. En dat afvalhout wat je daar ziet, dat nemen wij. Ik heb het zo geformuleerd. Wat tot last is van de overheid, wat tot last is voor mens, dier en milieu,
Dat neem ik en ik zet het om tot een deugd. Ik maak een last, ik zet een last om tot een deugd. En in dit geval is het dat ik hout neem en we maken een top-notch crème de la crème product ervan. Wij extracteren houtacijn uit het hout. Straks zal ik je daar binnen in de loods wijzen. Zo natuurlijk heb ik ook al gewezen. Dus hier maken we houtacijn voor de landbouw. En, dat is een biologische pesticide en een biologische grondverbeteraar. Het is ook een herbicide of een insecticide. En die landbouw. Daarnaast gebruiken wij ook, hebben wij uit die houtacijn extracteren we ook teer. Houtteer moet je zien als carbolium en inertal. Als je kan lopen en dan kan je afwijken. Ja, dat kan. Dus we hebben... Hou maar vast en praat, dan kan je het aan. Oké. En ik had zo meteen daarvoor in zal ik... Hierin zit er houtacijn in deze tank. Oké. En hier is in deze tank is er ook houtacijn opgeslagen. Oké. En hier hebben we ook teer. Misschien kan je het zo even kijken. Zie je het? Tara. Je ziet hoe dik het is, hè? Is teer, hout, teer. En we hebben ook houtskool. En daarvoor kunnen we, gaan we naar binnen om dat te tonen. En dat is om de mensen eigenlijk te tonen dat wij milieuvriendelijk dingen kunnen doen. Om de Antwerpen en Suriname en de wereld tonen dat wij eigenlijk heel veel ook kunnen bijdragen aan de mitigatie van CO2, dus om CO2 te mitigeren, om dat zo laag mogelijk te houden, om de wereld te tonen dat we echt milieuvriendelijk kunnen denken en kunnen bezig zijn. En ik denk dat dit de basis is en dit verdient uitbreiding. Ik heb geen steun van geen enkele overheid. 10 jaren lang is het me niet gelukt met de NDP, die heeft alles gebagatelliseerd. Het moment je dit soort innovatieve dingen doet, in Paichuku, dat is eigenlijk die hele vergif van Suriname, hè? Maar even vraag, subsidie is het mogelijkheden, want ik kom uit Nederland, hè? Ja. En daar weet ik, als je met goede projecten komt, aankomt bij de regering van joh, en dan wordt het gestimuleerd. Daar zijn er bepaalde potjes voor. Hè? Je hebt een beetje kennis om iets productief te maken wat afval is. Ja. En geen stress voor het land. Ja. Zou ik denken aan een subsidie. Bestaat dat in Suriname? Ook in Nederland bestaat dat niet. Laat me dit corrigeren en zeggen. Ik heb het ook geprobeerd. Geen enkel fonds. Op het moment ze weten dat je met dit bezig bent, innovatie, wat de wereld kan veranderen. Je moet nagaan, ook Europa en Amerika en dus het Westerse en Azië. Zij stimuleren fossiele brandstof. En het moment dat jij gaat komen om dat en hem te mitigeren, dan ben je een stap in de weg. Ik heb al in 15 jaar, is het me niet gelukt. Ik ben altijd, zelfs het twinning project. Oh, je want dat door aan mij. Wanneer ik... Ik ga even corrigeren. Ik weet uit ervaring dat er mensen zijn die bepaalde medicijnen hebben ontdekt. Bijvoorbeeld kanker. Ja. Die wel gelden hebben ontvangen. Dus het bestaat wel, dus dat weet ik wel. Dan is het waarschijnlijk 1 of 2. Van die 1 of 2 die geld hebben gehad, hebben ze 100 vermoord. Oké, maar begrijp je? Er staat wel bijvoorbeeld, toevallig ken ik iemand. Ja. Het is wel een jugo gebracht, want iedereen wil octrooi hebben. Maar die meneer was ook een professor in medicijnen. En toch wat geld heeft kunnen krijgen. Maar goed, ga verder. Laat me eens zeggen, ik heb geprobeerd bij de ambassade van Suriname voor een twinningsproject. 0,0 on request. Ik heb geprobeerd voor Nederland mijn houtacijn. Het is dringend daar nodig. Maar onze houtskoolpoeder, kijk die houtskoolpoeder, het onderdrukt een vervuiling, hè? En stank. Het onderdrukt dat. En Nederland heeft dat nodig. Maar weet wat het betekent? Het is een immense taak, bijna onmogelijk, een onmogelijke task om die kanalen te boren. Iedereen vraagt je in Nederland om euro ook te verdienen. Hetzelfde in Suriname. Dus je ziet dat die geïndustrialiseerde landen dit niet ondersteunen. 15 jaar, ik was 35 jaar toen ik met dingen begon. Ik was 35 en ik ben nu, volgend jaar ben ik 50. Denk je nou, dus look nou. Die me weer begin aan Sandis, bouwt op zijn regering. De mannen, je hebt niet. Chan Kong, Amadak Motorwan, multimiljonair. Over 6 maanden is het gedag. VHP. Ook niet geholpen.
De man heeft niet. De man heeft niets, 0,0. Dus je ziet het dat mensen die innovatie willen doen, dat die mensen juist worden tegengewerkt. Maar, je moet een lange adem hebben. Ik heb geen korte adem. Ik heb een heel michablo. Dat zei de michablo. Ik ben 2 keer in mijn leven recruit geworden. 1 keer in de militaire dienst, 1 keer in de politiedienst. Michablo, Michalo Marathon. En dus eigenlijk, in figuurlijke taal zeg ik het, hè? In Chablo, je moet een lange adem hebben. Omdat de politiek gaat je altijd proberen te saneren, te onderdrukken, weg te werken. Omdat zij hieraan geen financieel, ze hebben geen financieel eigenlijk, ze zien geen benefit. Ze zien dat ze hebben dat niet. Op dit moment is het nog veel handwerk. Ja, klopt. Dus in de toekomst gaan we, ik denk volgend jaar uit, ga ik een conveyor. En die conveyor, je zet het hout gewoon op heuphoogte. En die conveyor transporteert het zelf naar binnen. En kijk dat maar, je moet groeien, hè. En je moet ergens beginnen, anders ben je niets in Suriname. Maar wat ik wil doen, ik probeer het hele proces mee te maken, zodat wanneer anderen gaat opleiden, dat je de slagen, ik trek de sweepslagen, dat je de slagen van de sweep kent. Ik stel me voor dat als mensen naar dit kijken, zullen er zeker wel mensen zijn, in de wereld of waar dan ook, die zeggen, jongen, dit moet gestimuleerd worden, dit moeten we ondersteunen. Ja? Stel de regering doet het niet, maar er zullen toch meer mensen zijn die zeggen, kijk, natuurlijk sta ik open voor uitbreiding. Omdat dit een, wat we straks zullen kunnen zien, we hebben producten die de wereld nodig heeft. Dat is hout aan zee, dat is hout peer, dat is geactiveerde houtskoolpoeder en geactiveerde houtskool. Heel veel producten. En zoiets zou je echt stimuleren. Kijk, als Suriname is geen exportland. Ja. Dit zou een Suriname kan groot zijn aan bepaalde dingen. Ja. In vroeger hadden we ook bokje. Ja. En als dit zo, kijk, als dit nog niet echt ergens in de wereld is, en het zou Suriname heel groot met dit kunnen zijn. Suriname, dit kan je in een handomdraai, kan je dit industrialiseren. Dan praat je over 1000 tot 1500 mensen, net als IM Gold en Newmont, aan het werk zetten. En we kunnen exporteren. Omdat, laat me een voorbeeld geven, actieve houtskoolpoeder. Amerika produceert dat niet. Ze hebben geen bomen. Ze moeten het importeren. En de prijs is op dit moment $7,000 per ton. Yo. Die $7,000 per ton. Dat is de wereldmarktprijs. En elk jaar stijgt de prijs met $1,000 of $1,000 of €1,000. En dat gebruiken ze met name voor hun vuilwater faciliteiten. Voor hun sewage treatment plants. Dus voor die fabrieken of voor die installaties die poepwater, scheidwater en horeca afval verwerkt. Even zo in Nederland. Gebruik ook die actieve houtskoolpoeder. Suriname kan het gebruiken voor waterfiltratie. Het actieve houtskoolpoeder haalt bijna alle dode chemicaliën weg. Uit water. Water is zo nodig in de wereld. Dus wij kunnen met deze actieve houtskoolpoeder, oh mijn hemel, we kunnen crème de la crème, top notch drinkwater produceren, bottelen en de wereld voorzien voor een habbekras. Oké, je bent hier in Suriname. Je moet ontdekt worden dan, als je nog niet ontdekt bent, om dit heel groots uit te gaan voeren. Ja, samen met mijn Floranen, samen met de bazen van Flora, het gebied Flora valt onder deze 2 heren, en wij willen anderen helpen. Wij willen meer werkgelegenheid aanbieden voor anderen, en wij willen, als mensen geïnteresseerd zijn, via Kulturu TV, mijn gegevens die zijn bij Kulturu TV, ze kunnen mail sturen naar jullie van, hoe contact ze met Gimino? Want ik ben geïnteresseerd, maar mensen kunnen me ook appen op het nummer 86-94-337. 86-94-337. Heb je me, als je me appt,
hebben ze de mensen, ik heb mijn telefoon direct in mijn linkerbroekzak en ik heb direct contact met de mensen om over ideeën te wisselen. Het kan ook een advies aan me geven. Mm-hmm. Kijk, ik ben een LLL'er, hè. Mm-hmm. Een LLL'er staat voor een long life learner. Zolang we deze stuk grond waarop wij staan, mm-hmm. zolang wij dat nog kunnen voelen, dat betekent dat wij het hebben geleend van de schepper. We hebben het in beheer voor een korte tijd. En voor die tijd dat ik het in beheer heb, ga ik voor die hele tijd blijven leren. En daarom ben ik een LLL'er, een long life learner. Dus als mensen adviezen hebben, ideeën hebben, sta ik open. En voor verbetering. Maar natuurlijk, net als wat je hebt aangehaald, als mensen zeggen van, meneer Slimmy, ik ben een alleenstaande man. Ik heb 100 miljoen op de ING-bank. Of ik zit in Amerika, of ik zit in Zwitserland, of ik zit in Turkije, of ik heb een business daar en ik heb niemand om het geld te geven. En ik wil jou helpen met innovatie, daar ben je welkom. Oké, meneer Fink, ik heb zoveel vermogen, wanneer ik straks dood ben, wil ik niet dat de overheid het neemt. Je mag het op mijn naam zetten. En wanneer je er niet meer bent, kan ik doorgaan met mijn innovaties. Dus het komt goed terecht. Het komt goed terecht voor de mens, dier, milieu en maatschappij. Die garantie hebben de mensen. Mijn track record is op Facebook. Dat gaat daar blijven totdat ik in mijn graf ben. Mensen, jullie hebben het gehoord. Dit is nodig. Ik vind het heel mooi. Prachtig ben ik hier gekomen. Speciaal omdat ik zoveel van deze meneer heb gehoord. Ik heb zelf ook van kunnen gezien van dat je zelf poep nodig had. En waarom heb je dat gevoerd? Zelf poep heb je niet gekregen. Kun je voorstellen? Dat ik smeek en bedel om kak. Ik vraag de overheid van Suriname. Geef mij die kak die in jouw darmen zit. Ik wil het graag hebben. Kun je je voorstellen hoe ver wij zijn gezakt in Suriname? Dat moet niet de bedoeling zijn. Kijk, zijn jouw woorden natuurlijk. Ik heb geen bewijs gezien. Ja, maar je kan me op mijn woord afnemen. Ik heb geen leugentong. En by the way, mijn laatste video van eergisteren. Ben ik geweest daar, in dezezelfde blauwe uniform. Mm-hmm. Ga op Facebook en ga kijken naar die video. Waar ik daar ben, waar ze al die kak, mm-hmm. alle scheid in Suriname wordt elke dag gedumpt. Zie je deze container die hier staat? Mm-hmm. Om en bij 4 containers elke dag in de Suriname rivier. En jude nasernang, jenya bang, jenya wetweti, jenya rabaka, jenya kubi, jenya drevisi, jenya sara, na alaka. Right. Mensen, jullie hebben het gehoord hier bij de heer Slimmy. En natuurlijk mensen die kijken en zeggen... Ja, ik wil het niet. We willen hem ondersteunen. Blijf hem poweren. En heb je nog iets te melden wat ik nog niet gevraagd heb? Kijk, eigenlijk hebben we overal over de basis gesproken. Ik vond het heel fijn om weer aan iets te zeggen tegen jullie. En ik denk dat we weer naar kunnen gaan om de mensen... het mooie is om het eindresultaat te zien. Tak, mooi. Maar behalve een prater ben ik ook een doener. Dus ik denk dat het fijn zou zijn als we er kunnen kijken binnen. Mooi zo, we gaan je volgen. Oké, let's go. Kijk naar die mooie kochnakkleur. Kun je het zien in de camera? Die kochnakkleur. Het heeft een mooie bruine kleur. En dit kan je een halve dop hiervan doe je bij het bereiden van jouw barbecue of jouw vis. Gerechten, dan zet je dat nou, heb je een, we noemen het liquid smoke, oké, dan kun je een dit zetten in jouw vleesgerechten of visgerechten. In Nederland, in een toko, want dit is zeer gevraagd in de landbouwwinkels in Nederland, in de toko's, mensen, sorry, ik weet dat jullie het willen hebben, een miljoen keer hebben jullie me al gevraagd. Maar het is een beetje moeilijk om die markt daar binnen te komen. Maar Culturo TV zal kijken hoe ze dat zullen brengen voor jullie. Alles is al netjes verpakt. We hebben hier een flesje van 500 ml met de beschrijving of de omschrijving. En hier een flesje van 1 liter. Houtazijn voor Nederland, België, Duitsland, Turkije, you name it. Overal. Daarna. Hebben wij, Green TV. Dit is om je smoerwerk schoon te houden. Vooral mensen die roken. Voor rokers. Dit is actieve
houtskoolpoeder. Actieve carbon houtskoolpoeder voor de mensen die paffen. Of je nou met een sigaretje of met een pijp. Of met een vieper. Dat is om jouw gebit te reinigen van die geur. En ook om tandplak te verwijderen en tegen te gaan. Kijk het hier. Van die land. Culture TV zal kijken hoe we dit brengen in de toko's. Verder hebben wij ook die, kijk die houtskoolpoeder, hè. Kijk, wat zie je, hij heeft het gaatje hier. En dit is ook die houtskoolpoeder in een kilo verpakking. Oké, dit is een heel goede, met name voor waterfiltratie. Oh ja, houtskoolpoeder. Houtskoolpoeder, ja, dit is belangrijk. Dit, hè, beide. Maar zie je deze verpakking? Goed tegen slangenbeten. Goed tegen intoxicatie. Actieve houtskoolpoeder is goedgekeurd door de WHO voor het gebruik in de spoedeisende hulp in ziekenhuizen. Ja, oh, dat wist dat niet. Nou, leren we samen. Hebt u weer wat geleerd, hè? Het is goedgekeurd door de World Health Organization voor gebruik voor ziekenhuizen. Met name de spoedeisende hulp tegen intoxicatie. Het is goed tegen slangenbeten. Oké, of een schorpioenenbeten. Heel goed te gebruiken. Pot en tapping. En je voorkomt daarmee een amputatie. En wat we ook nog hebben, daar moet je toe bekijken, is onze, wat wij noemen, kijk het hier, mogen ik kan die grote zak niet tellen vanwege mijn hernia operatie die ik heb gedaan, maar alles gaat goed daarmee. Dus. Maar een kleintje kan ik tellen. Kijk hier mooi, hè? Kan je het mooi zien? Daar staat koila. Koila is de Hindustaanse benaming voor houtskool. Dat is de Hindustaanse naam. En aangezien ik half Hindustaan ben, heb ik gekozen voor een aparte naam. Omdat in mijn jongere jaren we het altijd hebben gebruikt. En dat is het merk die we hebben. Het is geactiveerde houtskool, rookvrije houtskool. Van het merk Koila. En dat zal Culture TV zal ook kijken hoe jullie dit kunnen krijgen voor die lekkere barbecue. En om je lekkere doxa in Nederland te zetten op actieve houtskoolpasselen uit Suriname. Wat? Dus zo leveren we die bijdrage. Eigenlijk zou ik ook, ik zou eigenlijk een beetje houtskool willen aanmaken voor jullie om te zien dat het niet rookt. Zou dat goed zijn? Ja, oké. Laten we dat even doen. Oké, vrienden. Dit, we hebben verschillende verpakkingen, ook voor Nederland. We hebben 1 kilo, 2 kilo, 3,5 kilo en 10 kilo verpakkingen. Dit is een 1 kilo verpakking. Het is heel licht. Is een kilo. Dit is zo milieuvriendelijk. Bij gebruik hiervan is er geen CO2-uitstoot meer. Waarom? In dat proces voor het, om te komen tot actieve houtskool hebben wij alle carbon. Alle negatieve carbon eruit gehaald. Daarom is het geactiveerd. En daarom is het milieuvriendelijk. Dus uw barbecue zonder CO2-uitstoot. En wil je dat zien? We gaan het samen doen. Dus een nieuw pakje. We gaan het samen openknippen. Kijk maar. Openknippen. Je hebt het gezien, Koila. Oké, openknippen. Openknippen. Openknippen dat pakje. We gaan die handel openknippen. Zodat u ziet dat we geen grappen maken. Oké. Ik ga het hier doen op de grond. Oké, ik ga wat hout scoren. Ik ga een hoopje maken. Oké. Zie maar. Mooi hoopje. Dit gaat aan de kaart. En kijk maar hoe snel dit gaat branden, mensen. Kijk maar. Wees zelf getuige hoe dit gaat branden. En dit is belangrijk. Hiermee stoor je de buren niet. Je bent geen last voor de buren. Dat ze roep krijgen van je barbecue of van je vis. Kijk maar. Gewoon met een brander. Met een brander doen we hem aan. En ongelooflijk, mensen. Die houtskool is al aan. Sinds wanneer? Sinds wanneer kan je zo snel houtskool aanmaken? Mensen, het gloeit al. Is nog geen minuut. In nog geen minuut, mensen. Heb ik deze actieve houtskool voor u aangemaakt. Oké, en
Kijkt u maar zelf. Het is mensen, het is al rood. Kijk daar. Het is al rood gekleurd. Ik ga die brander uitdoen, mensen. En kijken jullie maar zelf. Mensen, kijk maar zelf. Mensen, kijk maar zelf. Kijk maar zelf. Het is al helemaal aan. Kijk maar zelf. Sinds wanneer kan je normale houtskool zo aandoen? Het gaat nooit. Waarom gaat dit wel? Omdat het alle vocht is uit dat hout onttrokken. Alle sap. Alle boomsap. En dat hebben we daar. Dat is die houtazijn die we hebben. En dit is milieuvriendelijk. Oké? Dit is zeer milieuvriendelijk. Even aanwakkeren. Even aanwakkeren. Kijk hier mensen. Kijk hier, mijn waaien even. Even omhoog. Mensen, zonder dat ik benzine, je weet, in Suriname meestal gebruiken ze in Suriname benzine om de barbecue aan te doen. Oké? En dat hebben we niet. Mensen, weer even voelen. Het is lekker. Je mag hem even voelen. Kijk. Wat lekker warm, hè? Ja, voelt het lekker warm. Mm-hmm. Is je van maandag? Ja. En zie je, kijk, het is aan het vuur, hè? En kijk, het brandt langer, je kookt sneller, het bakt sneller, want het is heter. En je, dat betekent dat je niet zoveel hoeft te gebruiken als die normale houtskool, die niet door middel van pyrolyse is eigenlijk. Door middel van pyrolyse is gemaakt. Maar dit wel. En je ziet dat lukken. Het is aan. Hoor je hoe het knettert? Kan ook kapot aan maken, dus mag je van je knetter. Mensen, hoor het gekretter. Hoor je het gekretter? En kom, kijk voor de mensen die vlam wijzen hier. Kijk. Is hier. Zonder een stuk papier of karton. Zonder aanmaakblokje. Natuurlijk mag je aanmaakblokje gebruiken. Natuurlijk mag je dat niet gedaan. Zonder benzine, zonder petroleum, zonder diesel of gasoline. En kijk daar. Kijk hoe hij verbrandt, gewoon met een beetje wind. Kijk maar zelf. Geloof me, kijk. Deze hoeveelheid is genoeg om vandaag een hele maaltijd voor een gezin te koken. Hierop kan ik nu een potje rijst koken, helemaal afkoken. Ik kan groenten maken, ik kan vlees erop stoven of vlees bakken of vis bakken. Kijk dan voor die hoeveelheid. Kijk hoe het aangaat. Jullie hebben het gezien, kijk de wind waait er. Zonder dat wij enig middel hebben gezet om die effectiviteit van die vlam te stimuleren. En dat is, kijk maar zelf. Kijk, dat is wat wij noemen geactiveerde houtskool. Je ziet het, bijna geen rook. Bijna niet normale houtskool. Mensen, kijk hoe agressief het brandt. Normale houtskool, ik wed €1 miljoen met jou. En misschien zeg maar win you, bij normale houtskool krijg je dit niet. En ja, en het heeft een lekkere aroma. En de buurt heeft geen last. Kijk, dat moeten we doen, hè? Ja. Dat, je mag je dingen doen zonder dat mensen last van ondervinden. En ik vond het fijn om jullie dat zo te tonen. Met Grontapushi, mensen. Van Wedwena naar Krofaya in Sernan. Want speciaal Krofaya. Bijna aan de poer smoko. Oké? Weinig smoko. En Luca Faya Sakino. Zonder of mijn pot olie in een. Of tapping. Zonder of mijn pot van Krossi. Of van Pies Papira. Mensen, Luca resultaat van Krofaya. Dat naar Amoder. Ik hoop dat het duidelijk is. Nogmaals bedankt en dat hebben jullie gezien. Heel mooi. Ik ben hier getuige van. Inderdaad, weinig tot bijna geen rook. Inderdaad, want die samen zelf als je barbecue gaat maken. Precies, mogen. Die vrouw heeft tap en rijdt. Dit is duidelijk. Ja, bijna ja. Geen rook. En mensen, ja. Als meer je wangbaar, zeg genoeg. Heel mooi, bijna tot niets. Ik vind het fantastisch. Ik ben blij dat ik hier ben geweest vandaag. En ik ben trots om zo'n Surinamer te mogen leren kennen. Dit moeten we stimuleren. Dus hebben jullie
ideetjes nog vrede. Heb je een vraag of zeg je nog als Sandy zo moest ondersteunen? Heb je ergens een miljoen liggen of zo'n dat jongen nog? Power aan zien. Nou, vrede, hij ziet, hij is goed bezig. Goed, ik ben van Cultuur TV. Ja, de productie heb ik hier gezien. Dit is onze productieopslag. Dit is de productieopslag. Natuurlijk verkopen we. Hier hebben we verschillende verpakkingen. Hier hebben we die grote zakken. Misschien kan je even komen. Hoe heb je op een big zakken met deze machine? Oh, een big zakken. Ik heb een big zakken. Ja, heavy. Ik noem maar op mensen. Natuurlijk, ik op een heavy zakken. En kijk daar, je ziet op die verpakking. Zo liever onze bijdrage. Graag dank je. Dhanbaad. Waarbij gaan we beginnen. Dhanbaad, vrienden van Cultuur TV. Dank je wel, graag dank je. En waarschijnlijk tot gauw. Ciao! Asan. Ja mensen, kijk hoe mooi en prachtig het blijft branden. Heel mooi. Mensen, ik ga jullie allemaal bedanken. Dank voor het kijken en blijven delen. Laat de wereld het weten. Laat men het weten. Dit moet gedeeld worden. Dankjewel voor het kijken. Blijft u afstemmen. Share het. Kijk, het rood-groen gedeelte. Misschien wil je hier nemen. Het rood-groene gedeelte aan de mensen tonen. En blijf delen. Kortijds bestek. Voor TV speciaal voor jou.